En dan gaan we daarna kerstcadeautjes voor elkaar kopen. Dus dat wordt ook hartstikke leuk. Je kan kopen, dat is echt niet normaal. Over een paar jaar kunnen we deze vlog terugkijken en dan kunnen we omlachen. Ja. Wat is dit nou weer, joh? Goedemorgen! Zo, goedemorgen allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog hier vanuit Londen. Wij zijn net lekker wakker geworden en het is tijd om even een ontbijtje te gaan halen. Want aan de overkant van het hotel kunnen we ontbijt halen en we hebben zeg maar niet bij onze boeking ontbijt erbij gedaan. Omdat we het ook leuk vinden om gewoon bijvoorbeeld ergens naartoe te gaan om daar te gaan ontbijten. Maar vandaag gaan we gewoon lekker in het hotel ontbijten en dan ga ik daarna even lekker editen. En dan gaan we daarna naar de winkels weer, want we gaan vandaag een kerstcadeautje voor elkaar winkelen. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen! Heb jij lekker geslapen? Een beetje kort. Hoezo kort? Nou, we sliepen pas om 2 uur en ik was om 6:30 alweer wakker. Waarom was jij om 6:30 wakker? Ja, in Nederland is dat 7:30. Dat is voor mij normaal. Oh, ja, voor mij is het heel vroeg nog steeds. Nou goed, wij gaan ons even klaarmaken voor het ontbijt en dan gaan we even lekker ontbijten en een lekker koffietje drinken, want daar heb ik ook zin in. Het nadeel van dagelijks vloggen is dat ik dus ook dagelijks moet gaan editen. En het is nu bijna 12 uur en we zitten nog steeds in de hotelkamer omdat ik dus moet editen. Hij is nu aan het renderen en dan ga ik even snel mijn thumbnail maken en dan moet ik hem uploaden. En als hij dan eenmaal aan het uploaden is, dan laat ik gewoon mijn computer hier achter en dan kan ik gewoon weer er vandoor gaan. Maar het is even wennen. Normaal gesproken ben ik eigenlijk alleen maar op vrijdag en dinsdag aan het editen. En nu even elke dag. Maar ik vind het wel leuk. Ik weet niet. Ik krijg heel veel energie van dagelijks vloggen. Ik merk dat jullie het allemaal heel erg leuk vinden. Dus thanks. Ik vind het echt leuk. En ik vind dagelijks vloggen ook gewoon echt leuk. Want ik vind het leuk om gewoon heel mijn dag vast te leggen. Om echt veel meer te filmen en meer aan jullie te laten zien. Dat gewoon inderdaad er meer inhoud in de vlog zit. En dat het gewoon wat persoonlijker wordt. En dat vind ik zelf ook heel erg leuk. Maar goed, even renderen. En dan gaan we daarna kerstcadeautjes voor elkaar kopen. Dus dat wordt ook hartstikke leuk. Ik ben eindelijk klaar met editen en het is tijd om de deur uit te gaan en cadeautjes voor elkaar te kopen. Waar zit je nou? En om cadeautjes voor elkaar te kopen. Schat, je ziet er wederom prachtig uit. Nee, niet? Ja, dankjewel. Okay. Nou, wij gaan de deur uit. Nee, ik had mezelf dus voorgenomen om de hele dag even normaal te praten. Niet dus. Oké, we gaan de deur uit. Let's go. Wat een mooi dag hier weer vandaag, jongens. Helemaal top. Ajo, loop lekker weg. Is goed, joh. Later. Het is vandaag minder koud, jongens. Dat is lekker. En morgen gaat het regenen, dus vandaag nog eventjes lekker genieten. Maar El, waar gaan we heen? We gaan naar Selfridges. Selfridges, en dat is een warenhuis. Selfridges. Hey, BMW. Maar goed, we gaan dus naar Selfridges. En dat is een groot warenhuis en daar gaan we waarschijnlijk ook kijken voor cadeautjes en zo. Eigenlijk de hele tijd wat we hier nog hebben gedaan is een beetje rondlopen en een beetje naar winkels kijken. Ja, het is er wel leuk, een beetje geshopt. Ja, dat bedoel ik. Rondlopen en naar winkels kijken. Dat is het enige wat we doen hier. We hadden het nog gecheckt, maar als je met je Apple Pay gewoon incheckt, dan gaat het gewoon goed. Er was eerst 23 pond afgeschreven, maar uiteindelijk is het dus terug gecorrigeerd naar 9 pond. Dus dat is perfect. Dus we gaan het gewoon lekker weer doen. Kijk even hoe lijp groot deze metrostations zijn. Ja. Echt ziek. Je moest zeg maar echt gewoon 4 roltrappen naar beneden. Want we moesten overstappen bij naar een andere metro. Maar het is hier zo groot, hé. Niet normaal. En als je dan beseft dat dit allemaal onder de grond is, het is best wel een gekkig gevoel. Engig. Ja, een beetje engig. Ja. Daar zijn we weer, in de buurt van Oxford Street volgens mij. Toch? Ja, dit is Oxford Street. Oh, dit is Oxford Street. En gisteren zijn we een andere kant opgelopen. Maar nu gaan we de straat Oxford Street de andere kant oplopen. Weer geen wifi. Oh. Ik moet wel zeggen jongens, ik vind dit soort straten wel heel gezellig. Met al die winkeltjes en al die mensen gezellig. Als je iets zoekt, je hebt je alles. Schat, zijn er nog dingen die jij wilt voor een kerstcadeau? Nee, ik zou het echt niet weten. Dat is lastig. Ik heb zelf ook echt totaal geen idee wat ik zou willen van jou voor kerst. Nee, maar ik vind alles leuk. Als jij het leuk vindt, dan vind ik het leuk. Oké, nou, dan gaan we gewoon straks het warenhuis in en dan gaan we cadeautjes zoeken voor elkaar. Ja. Dit is het jongens, Selfridges. En hier heb je dus blijkbaar alles.
Volgens mij wel, ja. Nou, het is wel echt fucking groot. Dus we gaan naar binnen. Eigenlijk is dit gewoon een soort van bijenkorf, maar dan van Londen. Kijk, je hebt hier alles. Louis Vuitton. Oké, laten we hier maar snel voorbij lopen. Ja. Nee, maar het is zeg maar, we gaan eerst eventjes een rondje lopen, een beetje kijken wat er is. En dan gaan we daarna even kijken voor cadeaus voor elkaar. Oh, dit vind jij mooie brilletjes, toch? Zet deze op, je mag ze opzetten. Hij staat je wel goed, moet ik zeggen. Spiegel. Spiegel? Ja, het is gaaf, weet je. Maar, prijzen. Ja. Holy shit jongens, wat ik gisteren ook in de vlog zei, alles is hier zo fucking groot en je dan van elk merk zoveel wat je kan kopen, is echt niet normaal. Je mag hier dus blijkbaar niet filmen, dus ik moet een beetje voorzichtig doen. Ik blijf dat zo scheef vinden. Stel ik zou met mijn telefoon filmen zeg maar, dan mag het wel. Als ik met mijn camera film, dan mag het niet. Kijk dan jongens, er wordt daar gewoon gezongen. Het is wel echt heel mooi hier ook weer. Er zijn hier zoveel dure dingen en dure merken. Ik denk serieus niet dat we hier een cadeau voor elkaar gaan vinden. Dus we zijn gewoon nu lekker aan het rondkijken naar allemaal mooie spulletjes. Huh? Oh, ik moet voorzichtig doen. Ik mag natuurlijk eigenlijk niet filmen. Maar we gaan gewoon even lekker rondlopen, een beetje kijken. En dan gaan we straks gewoon ergens anders, gewoon in die straat waar we gisteren waren met al die leuke lampjes. Gaan we gewoon rondlopen en dan cadeautjes voor elkaar kopen. Ja, ik kan dit allemaal niet betalen. Nee, dit is echt bizar jongens. Het is echt bizar duur allemaal. Trui van 1700 euro. Ja, schatje, we moeten meer geld verdienen. We kunnen straks, over een paar jaar, kunnen we deze vlog terugkijken en dan kunnen we omlachen. Ja. Wat een gekkigheid hier, hè? Kijk dan. Woe. Nou, we zijn er weer uit. En dit is geen winkel om even lekker te gaan shoppen. Want ik denk dat als je hier eventjes lekker gaat shoppen, dat je zo 10k kwijt bent. Ja. Maar jij hebt wel iets leuks gekocht. Jij hebt iets van, wat was dat van Kylie Jenner, toch? Van die make-up dingetjes. Ja. Nou, dan heb jij een cadeautje alvast voor jezelf. Ja. Maar we gaan nu eventjes wat eten, want ja, het is alweer een tijdje geleden. Dus we gaan even lekker wat eten, zo, even wat drinken. Het is half vier, hè? Ja, daarom. Beter. Ja, dus laten we even wat gaan eten. En dan gaan we na het eten weer in deze eindeloze straten kijken voor kerstcadeaus. We zitten nu bij een leuk bakkertje en we gaan lekker een koffietje drinken en een tostertje eten. En dan gaan we weer lopen. Heb je al internet? Nee, en ik had dus wifi. Ik was verbonden met de wifi, dus komt erbij geen internet. Ella die heeft problemen met haar mobiele data, dus ze heeft altijd geen 4G of zo. Ja, ik heb wel 4G, maar het doet het gewoon niet. Oh. Bij mij wel. Zo jongens, ik blijf zo'n Aston Martin wel echt heel gaaf vinden. En je ziet in Nederland zie je ze ook niet heel vaak rijden. Ik weet dat Niek, ik vroeg een keer Niek van, stel nou je had het geld, zou je dan een Lamborghini, Ferrari of een Aston Martin kopen? Maar hij zegt, ja ik vind Aston Martin heel vet. Dus hij wilde heel graag een Aston Martin. Maar ik vind ze ook echt vet. Ja, je keek weer naar links. Ja. El die keek weer naar links, je dacht, nou ik ga lopen, maar ze komen natuurlijk allemaal van rechts hier. Bye. Die kant op. Ja. Doeg. Zoals jullie daar door de bomen zien jongens, is daar weer het Hyde Park met Winterwonderland. Ik zei het verkeerd. Winterwonderland. Laten we anders weer in die attractie gaan, dat we kotsmisselijk werden. Mega goed idee. Zo, ik heb dat trouwens helemaal niet gefilmd. Maar nadat ik in die attractie was geweest, dat ik weer helemaal door elkaar werd gedraaid. Toen ze vroeg Ella op een gegeven moment een paar keer aan mij, gaat het wel goed met je? Ik zei zo, ja, gaat wel oké, maar ik voel me een beetje slecht. Ik trok helemaal wit weg, toch? Ja, je was helemaal geel en groen zowat. Ja joh, ik was kotsmisselijk. Maar ik zei ook echt een paar keer tegen jou van, moet je niet kotsen of zo? Want... Ja, maar echt. Ja, die taxis, die fietstaxis. You gave it away. Nee, maar ik had net een halve liter achter mijn mik. En toen ging ik in die draaimolen. Jij had al een braadworst. Ja, ik had een braadworst en een halve liter bier. Het zat zeg maar net in mijn maag. En toen ging ik in de draaiding. Ja. Nou, ik werd wit, jongen, niet normaal. Dus we gaan lekker overslaan het park vandaag. Nou, toevallig jongens, ik had net over Aston Martin. Dit is hier gewoon een winkel. Helaas kan ik daar niks kopen. Want ze zijn zo duur. Ken ik die niet voor kerst? Ja. Schat, ik ga daar een kerstcadeautje voor jou kopen. Nee, ik vind Aston Martin echt een heel gaaf merk. Wel echt leid dat ze zeg maar midden in de stad allemaal van die winkels hebben. Natuurlijk ook al, we hebben Lamborghini al gezien. Ik weet dat ook een Ferrari winkel hier in Londen is. Wel vet. Wat een apparaat, hè. Zo vet. Vind je deze mooi? Nou, ik ben meer van die middels. Hij is
168 pond. Oh, verkoop je? Ja. 168.000 euro, jongens. Holy shit. Dan heb je wel wat. Kijk, jongens, die Lambo's, Ferrari's en Aston Martin zijn allemaal hartstikke leuk. Maar een M135, jongens, daar kan niemand tegen op. Deze moet wel even door de auto was, denk ik. Door de auto was? Door de auto was. Zo, we liepen dus nu naar die straat waar die mooie verlichte engelen waren. Maar kijk, wat kwam dit tegen? Een park? Allemaal lampjes. Een soort van doolhof van lampjes. Hier ligt ook nog sneeuw. Oh ja, wat zijn het? Het zijn tulpen of zo. Het zijn, lijken wel tulpen van ja, bloemen. Het zijn bloemen, maar het zijn allemaal mensen die zijn overleden aan kanker. Oh. Gisteren hadden we een hele muur vol met mensen die overleden waren aan corona. En nu een hele, allemaal bloemen. Maar weet je dat zeker? Ja, soms het wordt net. Oh. Kijk eens. Brandt een bloem voor ieder die is overleden aan kanker. Oh kijk, er staan ook allemaal namen bij. Oh. Kijk, er zijn allemaal bordjes bij met namen en zo. Er stond er dus ook een hutje waar je dus van die bloemen kon kopen om neer te zetten. Maar ja, als je moet beginnen met bloemen neerzetten voor mensen die overleden zijn aan kanker die je kent, dan kan je veel bloemen neerzetten. Ik in ieder geval wel. Rotziekte. L, look left. Of eerst daarin. Ja, ga je ook weer... Jezus. Kijk, het is wel handig dat hij zo... Oep, drijf om, dat het gewoon op de weg staat. Voor mensen zoals jij. Daar naartoe. Daar naartoe? Niet hier? Daar zijn ook allemaal weer lampjes. We hebben weer een leuk versierde straat gevonden. Dat is wel echt, jongens. Je kijkt echt je ogen uit hier, hier in Londen. Allemaal dit soort straatjes die helemaal vet verlicht zijn. Wie bedoel jij? Ik ben ik hier op het juiste adres, El? Ja, jij hebt een bos een beetje uitgelopen. Ik denk dat ik weet waar ik mijn kerstcadeautje vandaan ga halen. Voor jou. Hey El, zal ik mezelf laten opmaken hier? Huh? Ja, dat lijkt me wel wat. Daar in het midden. Nee. Wat zeg je? We gaan eventjes foto's maken van El. Dus ik heb even mijn andere lens erop gezet, jongens. Maar kijk, zo zien jullie hoe mooi het hier verlicht is. En hoe fucking druk het ook is. Ja, nou, gisteren was het niet zo druk hoor. Huh? Gisteren was het niet zo druk. Volgens mij ook wel hoor. Ga maar staan. Mevrouw model, bent u tevreden met uw foto's? Ik denk het wel, ja. Oh. Het ziet er wel echt gaaf uit, jongens. Zo. Met deze lens is echt alles zoveel dikker. Ja, zullen we nu naar de M&M winkel? Ja, er is dus ook een M&M winkel hier in Londen. Alleen je moet eventjes kijken waar het is. Eigenlijk kunnen we nu ook weer teruglopen hierheen. En dan naar die straat waar we net waren. Ja, dat is goed. Want hier hebben we het wel gezien. Hier hebben we het wel gezien. Nog shoppen voor een cadeautje. We moeten dus nog steeds een kerstcadeautje voor elkaar shoppen. Maar ik weet gewoon niet wat jij wilt. Ja. En jij weet niet wat ik wil, dus het wordt heel lastig. Oké, we hebben de camera eventjes neergezet. Maar wat we dus nu gaan doen, ik geef Ella de GoPro mee en ik neem zelf de camera mee. En we gaan dus nu cadeaus uitzoeken voor elkaar. Dus we gaan naar een bepaalde winkel waar we gisteren die kettingjes wilden halen. En we gaan daar kijken voor elkaar. Dus dan ga jij naar de mannenafdeling en ik naar de vrouwenafdeling. Ik heb misschien wel iets in de hand. Ja, ik dus nog echt totaal niet. Maar goed, we gaan haar even checken. Dus let's go. Het is vandaag zoveel drukker dan gisteren, jongens. Het is echt niet normaal. Kijk eens wat een hoofdjes allemaal. Oké, Ella die heeft de GoPro. Nou, succes, El. Ja. Boven is de vrouwenafdeling, dus ik ga eventjes boven kijken voor El. Maar ik weet echt niet wat ze wil. We zijn weer buiten, want bij al deze winkels mag je dus gewoon niet filmen. Dus dan komen we binnen en dan voelen we ons echt bezwaard om te filmen. Omdat... Ik heb ook een filmpje gekregen. Ze spraken je ook echt aan? Ja. Ja, is toch gek. Ik ben geen ervaren vlogger, dus... Nee, ja, dat is gek dat je... Ik voel me dan gelijk een beetje kut. Oh ja, nee, ik heb daar wel schijt aan. Maar ze vinden het nooit chill als je in die winkel aan het filmen bent. Maar ja, ze zijn er natuurlijk ook gewoon niet gewend. Want in principe willen we allebei gewoon iets daar kopen. Maar dan, ja, bijvoorbeeld nu zijn we gewoon weggegaan. Dat we gewoon denken van ja, het is een beetje lastig. Dus we gaan verder. Maar ik heb ook niet echt iets gezien boven, moet ik eerlijk ik zeggen. Ik ook niet. Ik was een beetje aan het lopen en ik dacht niet van, dit zou jij leuk vinden. Nou, dan gaan we naar een andere winkel. Wat is dit nou weer, joh? Dit is gek. Er komen opeens echt fucking veel kerstmannen langs. Kijk dan. Huh? Wat is dit? Daar gaat ze weer. Wat een gekkigheid, hè? Hey, een elf. Waar komt dit opeens vandaan? Ja, geen idee, joh. Nou, wel grappig.
blijkbaar een hele tour van allemaal kerstmannen en elfjes en zo. We moeten eigenlijk oversteken, maar ja. Het is een beetje spits. Spits-elf. Nou, de kerstmannen is gewoon heel druk. Ja, met allemaal kerstelfjes en kerstmannen. Kijk, dit wordt helemaal niks. Blijf maar doorgaan. Zijn nou aan, joh. Wat is dit allemaal? Schat. Ik weet al wat ik voor kerst wil. Oh, prima. Mag dat alsjeblieft? Ja. Doe maar die skytwiller. Oh. Kijk eens even. Ferrari F12. Blijft zo dik, hé. Holy shit. Als ik het geld had, jongens. Ferrari F12. Ah, of een Porsche GT3. Ik weet het niet. Maar voorlopig zit het er nog niet in. Ik liep ook gewoon volgend weg. Ja. Ik dacht, jij loopt door. Nee. Ik ging even keurig wachten op jou, lief, nou, braaf dat ik ben. Dan ben ik weer. Op naar de M&M winkel. Oh ja, we gaan naar de M&M winkel. Daar zijn we, jongens, bij de M&M store. Yippie! Woe! Ik ben dus echt wel een tijdje geleden, zat ik volgens mij nog op hockey in de D1 of C1. Ik weet niet hoe oud ik toen was, 14, 15 zo ben ik toen ook een keer in Londen geweest. Kijk nou, wat we allemaal. Wat? De Efteling moeten we aflopen voordat ik in. Nee, het valt wel mee, het valt wel mee. Maar ik weet nog wel. Ik weet nog wel dat ik inderdaad een keer ook naar een M&M-store ben geweest. Nee. Maar het is echt lang geleden. Ik weet echt helemaal niks meer van Londen. Terwijl ik er wel ben geweest, heel gek. Dit is ook wel echt vet hoor, jongens. Zo'n hele M&M-store. Wat ik net ook al zei, ik ben hier wel geweest, maar... Oh ja, wacht. Dit kan ik me wel herinneren. Dat je daar inderdaad allemaal die tubes hebt vol met M&M's. Oh! Jeetje zeg, moet je eens even kijken. Dit is toch niet normaal? Dan gaan we, jongens. Let op. Willen we meer? Oh, hij valt uit. Oh nee. Ja, gewoon. Ik kan je niet te filmen. We hebben een zak. Is het veel? Oh-oh. Volgens mij heb ik wel een beetje veel gedaan, El. Mij ook. Nou ja, dit komt wel op. De M&M zit nu in de tas. Die zak voor mij was 22 pond. Dus dat is ongeveer iets van 26 euro. What the fuck? Had je niet verwacht, hè? Fuck. Nou, wel een beetje. Het was 3 euro per 100 gram. Maar ja, hoeveel is 100 gram nou? Ja, ik denk dat jij 2 kilo in dat ding hebt gegooid. Oh. We zijn nu met de metro naar, ja, richting weer een beetje richting het hotel gegaan. En we zijn nu bij Harrods, dat is ook een heel groot warenhuis. Dus we gaan hier kijken. Het is wel echt lijp, jongens. Je wordt hier gewoon echt overspoeld gewoon met dure merken. Dit ook weer. Een hele etalage. En een soort van, ja, wat is het? Kijk dan, een hele ingang van het warenhuis is dus van Christian Dior. Wel lijp. Wel lijp. Zo, jongens, dit is ook wel een hele vette winkel, hoor. El, ik heb denk ik je cadeau gevonden. Een glitter pyjama van Prada. Jongens, het is zo moeilijk om een cadeau te vinden voor elkaar. Aangezien er in, omdat zeg maar, in deze winkel is en alles super duur. En we weten gewoon niet zo goed wat we willen. Dus ja. Ja, we hebben allebei ook gewoon geen wensen. Nee, we hebben allebei geen wensen. We weten allebei gewoon niet zo goed wat we willen. Dus we zijn gewoon lekker aan het rondlopen. Kijk eens, jongens, wat voor een gave lift je ook hebt. Kijk, ze doen alsof je het zelf kan besturen en zo. Maar dit zijn waarschijnlijk van die liften van vroeger. Dat je het zelf echt kon besturen. Dan kon je zelf maar harder, zachter doen en zo. We zijn er weer uit, jongens. En we hebben gewoon geen cadeaus voor elkaar gevonden. Het is hier of super duur, of er is heel weinig. Zeg maar, jij hebt echt al voor één make-upje bij elk warenhuis dat er was, probeerde Ella te vragen naar een bepaald... Wat is het, een blush of zo? Nee, een concealer. Oh, een concealer. En bij geen één warenhuis was je er. Dus het was een beetje pech. Ja, maar goed. En kut, want ik heb hem nodig. Ja, maar we gaan wel lekker uit eten vanavond. Dan is dat je kerstcadeau. Kijk hoe gaaf Harrods is verlicht, jongens. Dat vind ik zo vet. Ik moet zeggen, ik ben wel onder de indruk van Londen dat er zoveel allemaal versierd is nu met kerst, met al die verlichting. Kijk dan deze muur helemaal, jongens. Dat is toch niet normaal? Dat vind ik zo gaaf, hè. Dat vind ik dus niet normaal gaaf, dit. Kijk even die appartementen hier in Londen. 17,9 miljoen. Holy shit. Het is zo duur hier, 8,5 miljoen. Ik ben ook tot de conclusie gekomen, jongens, dat Londen fucking duur is. Maar ja, het is wel een leuke stad. Ondertussen zitten we gezellig bij een restaurantje hier in de buurt van ons hotel.
Want het is alweer laat. Het is nu het is 9 uur en we wilden eigenlijk eerst naar huis en dan gaan kijken waar we gingen eten. Maar we liepen hier langs en je had die lekkere pasta's. Dus we gaan lekker een pastaatje eten en lekker een wijntje drinken. En dan gaan we dan lekker weer naar het hotel. Ga ik misschien even editen, gaan we misschien even lekker een filmpje kijken. En dan morgen weer een dag. We moeten nog 2 kilo M&M's opeten. Oh ja, dat is waar ook. We hebben nog 2 kilo M&M's. Potje Andori. Moet je eens kijken jongens, dit was dus 22 pond. Reken eens om, 22 pond, hoeveel is dat? 25 euro. 25 euro, dat is toch bizar? Een lekker pastaatje carbonara. Oh nee, wacht, andersom. Een lekker pastaatje bolognese en een pasta carbonara. Wijntje erbij. Helemaal genieten zo. Ik had hier echt zin in. Maar goed, we hadden niet echt zeg maar zin om... Want bijvoorbeeld gisteren, het eten was best wel duur. Maar het was ook echt, echt heel goed jongens. Het vlees was echt fantastisch. Alleen... We hadden gewoon zin om lekker vanavond even wat simpels te eten en dan straks lekker naar de hotelkamer weer te gaan. Maar ik denk dat het helemaal perfect is gelukt. Ja, lekker 2 kilo M&M's in binnenwerken zo meteen. Oh, kotsen joh vanavond, kotsen. Zo, wij hebben nu lekker gegeten en we lopen nu weer naar huis. Maar het is koud jongens. Oeh, het voelt wel kouder dan gisteren. Oh, of niet? Het is niet normaal. Ik had gisteren niet dat ik nou echt per se dacht van nou, het is echt heel koud. Maar nu jongens, oh, maar goed. We lopen nu lekker richting het hotel. Daar zijn we weer. Oh, lekker in bed liggen onder mijn deken. Heerlijk. Ik ben elke keer zo lekker moe als ik weer op de hotelkamer ben. Maar eigenlijk is het ook wel logisch. Want we hebben 22.000 stappen vandaag weer gezet. En dat is gewoon best wel veel. Dus vandaag 22.000, gisteren 23.000, dat daarvoor 17.000. Oh. Nou, en dat ga je wel in de benen voelen, jongens. Dus wij gaan lekker slapen. Maar vond je het nou een leuke video? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan zie ik jullie morgen bij de allerlaatste Londen vlog. Later!